Goedenavond, het nieuws van dinsdag 27 april. Duisenberg steunt pijnlijke ingrepen kabinet. Misschien toch nog studenten in de trein. Scheiden zonder advocaat voor 900 gulden. Er moet dieper gesneden worden in de overheidsuitgaven en de sociale uitkeringen kunnen daarbij niet buitenschot blijven. Dat zegt de president van de Nederlandse Bank, Duisenberg, bij de presentatie van het jaarverslag. Zelfs als de sociale uitkeringen worden gekort of afgeschaft, zoals nu gebeurt met de bijstand voor jongeren onder de 21, dan nog blijft Nederland een beschaafd land, aldus Duisenberg. De economie in Europa zit diep in het slop. Zeker nu ook Duitsland in een hardnekkige recessie is beland. Juist nu het tegen zit, ook in Nederland, moeten politici hun rug recht houden, zegt de president van de Nederlandse Bank, Duisenberg. Met andere woorden, het kabinet moet harde bezuinigingen in de overheidsuitgaven niet uit de weg gaan. En dus zal ook op de uitkeringen verder bezuinigd moeten worden. Veruit het grootste deel van de overheidsuitgaven zit in de zogenaamde overdrachtsfeer. Dat zijn lonen, salarissen, uitkeringen. En bij bezuinigen kun je niet van het grootste deel afblijven. Maar dan zeg ik erbij, Nederland is in de EEG het land met de hoogste overdrachtsuitgaven. Ook al snij je daar wat in, dat doet pijn. Denk aan de nu voorgestelde maatregelen in zaken bijstand voor jongeren. Dat doet pijn, dat is ook vrij strak of hard. Maar zelfs al doen we daar wat minder in, dan blijven we nog steeds een zeer beschaafd land. Ook in sociaal opzicht. De door het kabinet aangekondigde bezuinigingen mogen niet bij voorstellen blijven. Ze moeten, zegt Duisenberg, vooral ook worden uitgevoerd. Als voorbeeld hoe het niet moet, noemde Duisenberg de slepende besluitvorming rondom de WAO-kwestie. Wat in het bijzonder het recht houden van de rug betreft in zaken de WAO. Ach, laat ik niet ingaan op die individuele maatregelen. Ik ben al lang blij dat een discussie die bijna 2 jaar ook het politieke klimaat in Nederland een beetje heeft verziekt, dat in ieder geval eindelijk is afgelopen. Maar niet alleen de politiek, ook vakbeweging en werkgevers krijgen van Duisenberg de wind van voren. Vooral waar het gaat om de cao-lonen. 2-3 jaar lang is de loonontwikkeling bepaald te hoog. Dan hoop ik dat we ook 2-3 jaar lang dat zullen weten te corrigeren door een zeer gematigde loonontwikkeling, of die nu in de buurt van de nul zit, nominaal of reëel. Dat is niet zo belangrijk. Hij moet gematigder dan tot dusver het geval is geweest. En als dat gebeurt, dan is Nederland in staat de voorspelde magere jaren goed door te komen, volgens de president van de Nederlandse Bank. Dat het magere jaren zijn blijkt ook uit de nieuwste werkloosheidscijfers. Alleen in de jaren 30 en in het begin van de jaren 80 was het erger dan nu, meldt het CBS vandaag. In de eerste 3 maanden van dit jaar werden er 54.000 werklozen meer geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Minister De Vries van Sociale Zaken maakt zich grote zorgen. Nu hadden we hem ook graag gehoord. Maar dit is een directe verbinding met Den Haag. Oh. Nou, ik heb niets gehoord. Het is een verbinding met Den Haag. Het beeld werkt, maar het geluid niet. Minister De Vries in ieder geval sluit niet uit dat president Duisenberg gelijk krijgt. Als het niet lukt meer banen te scheppen, zal er wellicht meer op de uitkeringen gekort moeten worden. Studenten misschien toch met de trein. Minister Ritsen van Onderwijs is bereid opnieuw met de spoorwegen te praten over de OV-jaarkaart. Maar dan moet NS wel met een echt nieuw bod komen. Afgelopen vrijdag viel NS bij de onderhandelingen buiten de boot, omdat het ministerie de prijs te hoog vond. Minister van Onderwijs moest de Tweede Kamer vanmiddag uitleggen hoe het komt dat de spoorwegen hebben afgehaakt bij de OV-jaarkaart. Zijn collega minister Mai van Verkeer toonde zich in dat debat ongerust over het afgesloten contract. Daarin staat dat de OV-jaarkaart voor studenten alleen geldt voor tram, metro en bus. En dat er daarvoor een speciaal nieuw snelbusnet wordt geopend. Mijn persoonlijke mening over het, snelbussysteem is dat ik als minister van Verkeer en Waterstaat daar grote zorgen bij heb. Om de redenen die ik ook al heb genoemd. Namelijk dat de bussen ook nog voor een deel langs de treinen rijden. Dat wellicht niet efficiënt is.
Wat niet goed is voor de congestie op de wegen. En ook niet echt heel erg goed voor het milieu. Maar minister Ritser zei veel concessies gedaan te hebben om de spoorwegen betrokken te houden bij de OV-jaarkaart. En dat het toch niet is gelukt. Maar dat laat onverlet dat als de partijen die dat contract gesloten hebben kunnen worden overtuigd door een derde partij, en dan zouden ze spoorwegen hier kunnen zijn, dat er alsnog een andere lijn beter begaanbaar zou zijn en aantrekkelijker zou zijn, dat dan natuurlijk er sprake is van een nieuw feit. De minister wil dus wel opnieuw praten. De spoorwegen lieten vanmiddag weten door te willen praten vanaf het punt waarop de onderhandelingen vrijdag werden gestopt. Zoals u weet zijn we vrijdagnacht zijn de onderhandelingen afgebroken. Eigenlijk op het punt dat wij voorgesteld hebben om naast het hoofdpunt waar we het hele avond over gehad hebben, om nog een keer alle andere wensen van OMW die er lagen, om die bij elkaar te doen en te beloven dat we daar binnen enkele dagen mee terug zouden komen. En we hebben zelfs gezegd dat wij ervan overtuigd waren dat dat een positieve bijdrage zou geven aan de oplossing. De spoorwegen willen dus wel weer verder praten, maar hun voorstel is voor minister Ritsen onvoldoende. Dit is niet het nieuwe idee waarover ik het in de Kamer had, zei de minister zojuist. Nee, dat is nog niet het nieuwe feit wat een rol zou kunnen spelen. Dat hoort te zijn iets waarbij stad- en streekvervoer dusdanig daarvan onder de indruk is, dusdanig ook daarmee uit de voeten kan. Dat men kan zeggen van, nou, wij vinden het heel goed om nu toch weer met z'n drieën te gaan praten. Dan heeft het streekvervoer vandaag al gezegd van, we vinden het prima om weer eens met de NS te praten. Maar het kan niet anders zijn dan dat het boven op het contract komt wat er nu al ligt. Wat vindt u van die houding? Nou, dat lijkt me ook al een beetje lijken al op een begin van onderhandelen. Nieuwe onderhandelingen. Ik ga dat niet uit de weg. Maar ik denk inderdaad dat het streekvervoer natuurlijk wel een punt heeft. Ik heb vandaag gezegd van natuurlijk zal het streekvervoer, stand- en streekvervoer, dit niet blokkeren. Er mag van haar ook een grote mate van flexibiliteit worden gevraagd. Maar tegelijkertijd, ze hebben natuurlijk wel een contract.